15 jaar zwemsport. En als ik kijk naar die 15 jaar, dan zijn er een paar dingen die me erg bijgebleven zijn. De zwembattles. Vinzwemmen, schoonspringen. Hahaha, goed hoor. En we hebben heel veel toppers gehad ook. Waaronder twee Olympisch kampioenen. Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman. Allebei in zwemsport. Nou, dat schept een band. En oh ja, ze gaan trouwen. Ik ga ze even bellen om te vragen hoe het eigenlijk met ze gaat. Hé, hey, hoe is het? Hallo? Je moet even je telefoon een beetje horizontaal houden. Als kunnen we je niet goed zien. Kijk eens, hoe gezellig. Ik weet ook niet hoe dat moet zo dan. Zou je even opnieuw willen bellen? Ja, ik ga je opnieuw bellen. Ja. Ja. Nu zie ik je. Ja, heel goed. Ah, het is even, het is een technisch dingetje. Waar is je vriend? Komt eraan. Oh, hij komt eraan. Ah, daar is hij. Hoe gaat het trouwens met je? Goed, het gaat heel goed. Ferry? Ja, het is een beetje jammer dat het zwembad dicht is, maar ja. Voor de rest het zonnetje schijnt. En ik heb Ranomi naast me, dus ik mag niet klagen. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, we hebben thuis een puzzel aan het maken. Nou, dat dus moet je wil je ook niet beduiden, stukjes hoor. Maar we doen wel veel spelletjes, kijk in de series. Wat doen jullie zo al dan? Nou, wij hebben een hele stomme puzzel gemaakt. En veel te veel stukjes. Alle kleurtjes leken op elkaar en alles paste bijna op elkaar. Ja, dus we doen niet meer aan puzzelen. Over spelletjes gesproken, ik zou heel graag met jullie nog even een spelletje willen doen. Lijkt me leuk, toch? Ja. Jullie zijn wel de spelletjes. Nou heb ik op jullie Instagram, vooral op jouw Instagram, Ranomi, gezien dat jullie ook wel eens Wie ben ik doen. Nou, lijkt het me leuk om even één spelletje, één ronde Wie ben ik te doen. Trouwens, we spelen straks in dit programmaatje drie spelletjes. En degene die het allerbeste is, die mag de quizvraag doen. Hoe vinden jullie dat? Ja. Ja, leuk toch, hè? Oké, Ferry, als jij een papiertje pakt en even een bekende Nederlander of sporter op een papiertje zet. Als Ranomi dat ook wil doen en het even stiekem bij mij laten zien, dan kunnen we beginnen. Jij schrijft wel wat vast op, hè, Ranomi? Even kijken hoor, kan je dit lezen? Ja. Is hij er al, Ferry? Ja, Donald. Je mag elke keer vragen, ben ik dit, ben ik dat. Zodra hij nee zegt, gaat de beurt over naar Ferry. Ben ik een vrouw? Nee. Nee, meteen je beurt verloren. Heel goed, Ferry. Ben ik een man? Ja. Ja, je bent een man. Doe ik aan sport? Ja. Ja, goed hoor. Ben ik er goed in? Ja. Ja, heel goed. Ben ik Olympisch kampioen? Ja. Ja, ook. gaat lekker, hè? Doe ik aan watersport? Ja, veel te snel. Ben ik het zelf? Vraag dat eens, Ferry. Ben ik het zelf? Nee, ja, lekker, hè? Ben ik goed in sport? Ja. Is het een watersport, hè? Nee. Nee, ik vind dit moet... Het is een twijfelgevalletje, hè? Het kan vries of dooien, maar dit is nee. Nee, nee. Overnieuw. Hij gaat naar Ferry, ja. Ja, ongelooflijk. Oké, je mag nu om een hint vragen. Dan mag Ranomi nu iets roepen wat een beetje in de buurt komt van de sporter. Mag ik een hint? Ja. Veel gek. Doe ik aan... Open water zwemmen. Ja. Ben ik Maarten van Rijden? Ja! Heel goed. Nee, je was Sven Kramer, had je niet geraden waarschijnlijk. Nee, zat wel in de buurt. Moeten jullie even, want ik weet niet hoe dat met jullie schema gaat, maar moeten jullie nog een beetje veel oefenen en zo? En zwemmen en in beweging blijven? Ja. En ja, hoe doe je dat dan? Wij hebben denk ik een schema voor 16 uur in de week, of misschien wel 20 uur ja, in de week. Ja, wel meer dan 20 uur in de week. Dus we trainen gewoon elke dag. Maar ja, niet zwemmen dan. En Ferry, want jij kan zo het water in natuurlijk. Je kan als bij elke sloot, je kunt gewoon zwemmen en er gaan. Nou, het is nog wel koud. Ja, dus dat is waar. Ik heb wel een wetsuit aan. Maar het kan wel, ja. Ik heb ook al een paar keer gedaan. En je moet altijd iemand mee, hè? Je mag niet gewoon alleen gaan zwemmen in buitenwater. En wie neem je dan mee? Neem je haar mee? Ja. Dan moet ik op de kant. Dan ben ik de badjuffrouw.
Het filmpje waar jij in zat trouwens, Renomi, is 1,6 miljoen keer bekeken. Wist je dat? Wow. Dat is veel, hè? Ja, dat is echt, Heel veel. We hebben ook een jongetje even opgezocht van het zwemteam. Dat is een van de mooiste dingen die we gedaan hebben. We hebben een zwemteam gehad. Waarbij we een aantal kinderen leerden zwemmen. Want zwemmen vinden wij natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En die ga ik even bellen om te kijken hoe het met hem gaat. Goed? Oh, leuk. Ja, dat is, als het goed is, Gio. Even kijken of ik hem te pakken kan krijgen. Oh, kijk eens, ja. Hey. Hi, hoe is het? Hallo. Goed zo. We zijn al denk ik een jaar of twee verder zo'n beetje. Ja. Heb jij inmiddels al je zwemdiploma? Ja, ik heb mijn ABC gehaald. Nou, goed zo, fantastisch. Kan jij je nog herinneren dat jij les kreeg van Renomi? Ja. Dat kan ik me nog goed herinneren, ja. Wat kan je je daar allemaal nog van herinneren dan? Maak je zo lang als een frikandel natuurlijk. Maak je zo lang als een frikandel? Denk eraan, maak je zo lang als een frikandel. En dat is ongeveer zo. En dan gaat het helemaal goed komen. En wat heb je van haar geleerd? Dat je onder het water lang moet maken. En gewoon rustig blijven en zo. En duiken volgens mij ook, hè, Gio? Ja, duiken. Duiken ook, hè? Ja. Dus je wil jezelf zo lang mogelijk en zo smal mogelijk maken. Dan kan het water helemaal langs je lichaam en dan ga je heel snel naar voren. Helemaal goed. Het voordeel hiervan is... is dat je heel weinig weerstand hebt. Applausje voor de man. Hey, gozer, bedankt, hè. En tot ziens. Ja. Tot kijk. Doeg. Tijd voor weer een spelletje. Oh. Ja, lekker, toch? Lekker, lekker. Ik ga een kleur roepen. En dan is het de bedoeling, diegene die als eerste voor de camera met een voorwerp komt die kleur in zich heeft, die heeft een punt. Oké, nou, dan ga ik wel alvast even naar... Ja, startpositie. Ja. De eerste kleur is blauw. Blauw. Schiet dat toch op. Dank dat toch eens... Ja! Ja, Ferry was iets eerder. De tweede kleur is roze. Roze. Dat gaat zo. Nou, nu zijn ze allebei weg. Ik denk dat... Renomi iets gevonden. Ja. Is dat roze? Is al... Ja, Renomi heeft hierbij punten. Dat 1-1. Laatste is de kleur goud. Boom, boom. Ja, ja. Kijk, is dat goud? Is dat goud? Ja, echt. Het zit een beetje... Het is geen echt goud, natuurlijk. Nee, er zit goud in. Als het maar echt goud is. Het is wel een beetje goud. Ja, ik reken hem goed, hoor. Ik reken hem goed, ja. Het is goed. Het staat 1-1. Dat is wel lekker, toch? Ferry, weet jij nog het moment dat jij in Zeppsport zat, eigenlijk? Ik heb een keer een zwemles gegeven. Ja. Een jongen die ook een mooie... droom had om een hele goede zwemmer te worden. Ja, weet je nog dat waar het eigenlijk om ging ook, dat die help? Ja, bijgeloof. Koen heeft een wedstrijd gezwommen. En het ging niet lekker, Koen? Nee. En waar kwam dat door? Ja, mijn bijgeloof. En wat is jouw bijgeloof? Ik heb 4 geluksbandjes. En er zat normaal een blauwe bij, maar die is afgebroken. Die is weg. Maar nou weten wij dat jij ook een groot bijgeloof hebt. Ja, ik ben ook heel bijgelovig. Ik heb een zwembrilletje. Ja? En dat is, ik noem het winnende zwembrilletje. En dat moet ik op hebben tijdens al mijn belangrijke wedstrijden. En als ik mijn winnende brilletje op heb, dan win ik altijd. Altijd? Altijd. Heb je het brilletje nog? Nou, dat brilletje ben ik verloren. Ach, wat is ermee gebeurd? Ja, die moest ik natuurlijk weer allemaal belangrijke wedstrijden meenemen. Maar ik reis ontzettend veel. Ja. En toen is hij een keer uit mijn tas gevallen, denk ik. Heb je een nieuwe? Ik heb een nieuwe. Kijk, is dat je nieuwe bijgeloof? Om te bewaren heb ik ook een doosje bij. Dat is natuurlijk heel handig. En dan mijn nieuwe brilletje is natuurlijk een heel stoer brilletje. Ik zal hem even opzetten. Ja. Oh, dat gaat niet goed. Nou, dat was het dan. Stuk. Opnieuw. Kijk. Oh, maar hij staat je wel beeldig, moet ik zeggen. Ja, dat dacht ik ook. Hij is helemaal snel aan de zijkant. Ja, maar zijn er ook andere sporten in het water die je leuk vinden? Oh, ik vind het leuk om met mijn vrienden wel eens een balletje te gooien in het water. Een beetje waterpolo te spelen. Waterpolo. Ik heb het ook gedaan. Ik stond op kool. En ik deed dat met 2 jongens tegen 20 kinderen. Kijk maar even. We zijn nou
zo. Ik ben daar een hele klaar voor. Jos, ziet er goed uit. We kunnen. Dankjewel. Ga je gaan. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Het is wel iets groter dan ik had verwacht. En de wedstrijd is begonnen. Maak hem af! Maak hem af! Afmaken! Mooie combinatie tussen Gies en Ted. 1-0. En een goal! 1-0 voor Ron en de mannen. En daar staat Simon opeens voor Ron. En met een mooie boogbal maakt hij de 1-1. En wat doet Ron daar? Hij maakt een eigen goal! Duidelijk duwt hij de bal in het dak van het eigen doel. Je moet echt slim op terug te spelen, zeg. De badteent ligt in de goal en dat wordt lastig scoren. En het laatste deel van de wedstrijd moeten de toppers met kleren aan gaan zwemmen. Snel genomen en in eerste instantie gered door Ron, maar dan ligt hij toch in de goal. Snelle tegenaanval in de laatste seconde. Komt er nog een doelpunt? Ja! Dat betekent dat we het gewonnen hebben! Ja, je was goed gekleed, hè? Mooi badpak. Ja, mooi badpak, hè? Yes. Mij staat alles, Ferry. Mij staat alles. Oké, tijd voor een nieuw spelletje. Het laatste alweer. Het staat 1-1. We gaan hinspelen. Ferry, jij gaat mij een woord uitbeelden. Ik probeer te raden. Daarna Ronomi. Degene die het in de snelste tijd doet, ga ik... Die heb gewonnen. Oké, ben je er klaar voor, Ferry? Ja. 3, 2, 1, start. Is de film? Je gaat zwemmen. Je zwemt. Ja. Rondje, een rondje. Ik krijg een rondje van jou. En je gaat zwemmen. Ah, je zwemt een rondje. Rondje zwemmen. Ja, beweeg dan anders even. Is dit dat toch? Ik krijg iets. Ik krijg iets. Ja, ga lekker helpen. Oh, is het? Ik krijg zwemdiploma. Ja. Ah, stop. Ja, 50 seconden. Oeh, nou, dat kan sneller. Dat kan sneller, hè? En start. Ja. Ook een zwemdiploma. Je legt in het water. In het water. In het water. Verdrinken. Is het verdrinken? Je verdrinkt. Je bent rood. Het klinkt als... Dag. Doei. 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 Ja, doei. 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 Roei. Roei. Boei. Noei. Boei. Boei. Zwemboei. Nee. Er gaat een zwemband, een boei. Reddingsboei. Reddingsboek. Stop. Ah. Nou, het is spannend hoor. Let op. Jij, Ronomi... heb een tijd van 8 minuten 33 seconden. Ferry, gefeliciteerd. Je bent de winnaar. Ja, jij mag de quizvraag gaan doen. Heb je een goede quizvraag? Ik heb een hele goede quizvraag. Oh ja? De vraag is, hoe lang kan ik mijn adem inhouden? Als jij thuis denkt te weten hoe lang Ferry zijn adem in kan houden... ga het onderstaande adres, vul het in en wie weet weer dan wel deze prachtige Sepsporttas. We hebben heel veel vragen van jullie binnengekregen. De eerste vraag die komt van Lieve. Ze is 7 jaar en ze vraagt... Ik zit op wedstrijd zwemmen. Mijn vraag is... wat eet je allemaal bij een wedstrijddag? Nou, ik ontbijt eigenlijk altijd hetzelfde en dat is met kwark met een beetje muesli erin. En ja, daartussendoor, als ik meerdere races heb, dan eet ik bijvoorbeeld een banaan of een mueslireep tussendoor. Maar ja, tussendoor eet ik niet zo heel veel en dat is bij Ferry wel anders, denk ik. Nou, mijn races zijn eigenlijk altijd 's ochtends. Dus ik hoef niet, ik heb maar één maaltijd voor mijn race. En daarin is het belangrijk dat ik zoveel mogelijk koolhydraten binnenkrijg. Eigenlijk ontbijt denk ik allebei met magere kwark en muesli. Hoe oud was je toen je begon met wedstrijd zwemmen? Toen ik begon met wedstrijd zwemmen was ik denk 7 of zo. Maar daarnaast heb ik ook nog voetbal gedaan, judo gedaan, tennis gedaan, schaatsen, zeilen. Dus ik heb het een en ander wel geprobeerd, maar dat werkt allemaal niet voor mij en zwemmen blijkbaar wel. Ja.
En jij, Naomi, hoe oud was je? Ik was 8, want ik moest 8 zijn voordat ik wedstrijden mocht zwemmen. Oh. En ik deed nog. Ik wilde heel graag paardrijden, dat mocht niet. Maar ik had wel een verzorgpony, dus ik deed eigenlijk wel paardrijden, maar dan niet echt. En karate. Mijn ouders hebben een karateclub, dus ik heb altijd karate nog gedaan. Oh. Maar eigenlijk heb ik altijd wel gezongen. Ja. Slaap mij nog steeds wel eens in elkaar. Ik hou heel veel van wedstrijd zwemmen en heb een vraag voor Naomi en Ferry. Wanneer gaan jullie trouwen? Begint u te lachen? Ja, het is dan nog weer. Ja. Ik heb haar gevraagd of ze met me wil trouwen en dat wil ze heel graag. Ja. En we hadden gepland om dat te gaan plannen na de Olympische Spelen. Alleen een jaar opgeschoven. Ja. Dus daar moeten we nog even goed over praten wanneer we het dan gaan doen. Nog niet. Leek mij wel heel erg grappig dat als we voor de Olympische Spelen zouden trouwen, om dan Naomi Weertman komen met jojo te doen. Jezus. Dat mijn badmuts natuurlijk zo helemaal vol met bedden. Ja. Maar ja, wij gaan niet voor de Olympische Spelen trouwen. Nou ja, weet ik echt niet. Nee. Ik weet het niet. Nee, we dus, hebben nu nog niks gepland. Dus, nee, maar in ieder geval voorlopig niet, want dat mag natuurlijk niet. Dus ik ga het weten. Hey, ik vond het heel leuk om jullie even gesproken te hebben zo. Vond je het leuk? Ik ook, ja. Zeker. Heel leuk, oké. Okay. Nou, dankjewel. En we zien elkaar hopelijk heel snel live. Lekker leuk. Doeg!